Oké, we staan hier aan de Continental Gym in Brugge. En dat is de club waar Bernard Van Damme, de enige Belgische professionele worstelaar, traint. En die vecht binnen een paar dagen op 14 maart het Europees kampioenschap. Dus we gaan eens zien hoe die gasten er vanaf brengt. Hè. Let's go! Ja, goeiedag. Wij zijn eigenlijk op zoek naar Bernard Van Damme, de worstelaar. Ja, de Bernard is aan het trainen. En de zalen. Dus we kunnen hem daar nu vinden? Ja, zeker weten. Ja. Goed, dan gaan we hem eens zoeken. Hè. Ja, mannen, ik ga nog even naar de wc gaan, want amai. Hier is Stefan, dat is hem, Bernard Van Damme. 14 maart vecht hij hier in Brugge, Europees kampioenschap wrestling. Oh, wat een beer. Daar hebben we mee afgesproken. Come on, hè. We gaan zien. Mooie smaak is dat daar als, hè? Ik denk het ook. Excuseer, Bernard Van Damme. Ja. Ik ben Kurt van Klimpen.be, Stefan. Klimt, hey, cool. Ja, wij kwamen eens checken hoe het met uw EK-voorbereiding zat voor 14 maart. Hè? Ja, inderdaad. Big B goes for the gold, hè. Ja. Serieus? Ineens voor goud? Gemotiveerd, ja. Bangelijk. Ja, maar ik durf eerlijk te beginnen. Wrestling, hoe zit dat precies in elkaar? Want ik ben nog niet helemaal mee. Hoe, je kent dat niet of zo? Maar jong, train ik je mee vanmiddag? We hebben een sessie, dus... Come on. Hè? Zelf meetrainen? Ja. Misschien heb ik daar wel een betere kandidaat voor. Ik denk eigenlijk dat ik hier een beetje aan kunnen, want dat is wel de moeite natuurlijk. Goh, laten we beginnen met een beetje krachttraining, een gezonde geest en een gezond lichaam. Hè? Ja, dat zou ik kunnen gebruiken. Wat denk je, Wout? Ja, ik weet het toch niet helemaal precies. Wacht jongens, first things first. De oog wil ook iets, dus in feite moeten we nog een goede look hebben voor je. Een imago, dus ik heb een outfit voor je. En dan moeten we nog een artiestennaam hebben, iets catchy. De Destroyer bijvoorbeeld. Of de Bonebreaker. Ja, vooral zijn eigen beenderen. Allee mannen, ik denk dat we een beetje realistisch moeten blijven. Wat denk je van Wout? Knockout. Dat is wel een goeie. Oké, dat klinkt. Dat kun je van alle manieren interpreteren, hè. Ja. Maar Wout knockout. Wat denk je? Wout knockout. Dat is hem, godverdomme, dat is hem. Komt goed. Ja, mij. Wat denk de mannen? Cool. Perfect, man. Come on, everyone. Give me the hell. Give me armlink. Armlink to gebruiken. Armlink. Come on. Come on, everyone. Oh, darn it. Give me the Come on!
Hey, kebab. Wat is uw voornaam? Zicht u ziet, jongen. Denk wat heb je vandaag gedaan? Gevochten. Verloren. Verloren, precies. Ah, ja. Dat is er om te zien. Toch maar een andere stagiair pakken, precies. Goed, Bernard, bedankt dat je onze stagiair een kleine opleiding hebt gegeven. Heb je nog tips voor hem? Goh, ik stel voor dat hij zeker zijn studies nog niet opgeeft, dat hij toch eerst met dat verder doet voordat hij zich nogmaals begeeft in de wrestlingwereld. Nu, in elk geval zijn naam heeft hij wel verdiend. Wout Knockout. Dat was nogal duidelijk. In ieder geval, wanneer zien wij u terug in actie? 14 maart in Brugge Tempelhof, Europees kampioenschap. Ik verdedig de titel en ik zal aan iedereen tonen waarom ik Europees kampioen ben. Wel, Bernard, ik wens u het behoud van deze prachtige gordel toe. En waar zullen er zijn? 14 maart in Brugge. Ben aanwezig. Right.